Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag ben ik bij jullie terug met 10 Team van de Week packs. Best Team of the Week zit eigenlijk nog steeds in packs, dus je hebt kans op Ronaldo, op Messi, Mbappé, Mane, ook natuurlijk nog op Son, want die zit gewoon in hetzelfde, gewoon in het normale Team van de Week. De Bruyne, Hazard, noem maar op, het gaat nog even door. Hele zieke spelers dus. En wij hebben team packs. Ik ga jullie ook nog even mijn team en et cetera laten zien. Wat ik kan upgraden. Ik denk dat ik ga upgraden naar Virgil in vorm. Als hij er op woensdag, want ik weet niet wanneer ik deze upload, eentje krijgt. Maar misschien kunnen jullie mij daarbij helpen. Dat laat ik zo even zien. Maar ik heb er zin in. Laten we gewoon die packs gaan openen. En mijn team laten zien. Let's go. Hey jongens, daar zijn we dan in game aangekomen bij mijn packs natuurlijk. We hebben op dit moment 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 Team of the Week spelers. Ik heb er zin in. Doe alvast even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan als je dit soort video's leuk vindt. Natuurlijk een beetje variërende video dit. Normaal weekend league recaps, et cetera. E-divisie recaps. Maar vinden jullie dit soort video's nou ook leuk? Drop even dat duimpje omhoog. Laat het weten in de comments. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon die packs gaan openen. En we beginnen met nummer 1. Het is natuurlijk super vet als je een walkout ziet, want je weet, walkout in vorm, dan heb je heel veel kans dat het een hele goede is. En we starten af met een walkout, kom op. Nederlands, het is Bergwijn, best netjes, we beginnen met een 86 rated Nederlandse walkout in vorm. 92 pace, 89 dribbling, 81 shooting, 82 passing, 77 physical. En dan kijk alsjeblieft naar zijn kracht. Hij is zo sterk, deze man. Let op. Enige jammer is dat hij 2-star weak foot heeft trouwens. Maar hij heeft 92 pace, 84 strength en 85 stamina. Deze man is eigenlijk gewoon insane als super sub. Eerlijk is eerlijk, hij is echt een fucking monster gewoon. 93 balans ook nog. 91 dribbling. 1,78. Het is gewoon een beest. Laten we hem naar de club sturen. Hem kan ik gebruiken als super sub. Dus ik ben wel blij met hem, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat er in de eerste walkout ging zitten. Maar we gaan door naar pack nummer 2. Best lekker was die eerste. Kom op. Het is weer een walkout. Kijk eens. Modric. Modric! Ja, Luca. 91 rated walkout in voor. What the fuck? What the fuck? Wat? Hij hengelt hem even binnen, jongens. Kijk, oké. Okay. Ik weet dat ik Modric niet ga gebruiken. Maar ik had oprecht in mijn hoofd toen ik al die Team of the Week packs deed en er een video van wilde maken. Dat ik echt misschien 1 of 2 walkouts van de 10 ging krijgen. Maar we starten af met 2 walkouts. Bergwijn en 91 Modric. Dit is echt ziek gewoon. Het is echt ziek. 91 in vorm. Dat is echt hoog hoor. Ja, 4 star. Zijn dribbelen is echt gruwelijk. Zijn passing is echt gruwelijk. Misschien ga ik hem op de bank zetten voor als ik een pot uit moet spelen. Want hij is natuurlijk heel goed aan de bal. Dus ik vind het chiller om hem er dan in te hebben dan een Nainggolan. Omdat deze man gewoon veel beter kan dribbelen. En het makkelijker weg kan draaien van je tegenstander. Maar 91 in vorm. Ik stuur hem naar mijn club. En ja, we gaan gewoon lekker door met nummer 3. Oké, helaas jongens. De walkouts zijn afgelopen voor nu. Het is een Braziliaanse cam en het is Kessinha, 79 rated, 79 pace, 80 dribbling, 80 shooting. Hij heeft wel allround stats, geen hele goede kaart moet ik zeggen. Dat is jammer. Voor de rest, hij is niet bruikbaar. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Hij heeft 4 star skill moves, 3 star weak foot. Hij is gewoon slecht. We gaan door naar nummer 4. En dit is geen walkout weer. Jammer, we begonnen met 2 walkouts. We begonnen sterk en zeg me niet, het is weer Kessinha. Helaas. Het is de tweede keer, dus ik moet hem helaas discarden. Team of the Week upgrades. Dus ze zijn niet tradable. Dus zoals ik net al zei, ik moet hem discarden. Dat is wel een beetje zuur, moet ik zeggen. Ik kan hem nergens heen sturen. Dus ik ga hem lekker discarden en dan gaan we gelijk door naar de volgende pack. En we zitten na deze pack al op de helft. Dus dat is wel een beetje minder, maar dat maakt niet uit. Weer geen walkout, dat is jammer. Nee. Oh, gelukkig maar. Hier kan ik mee leven. Ik wilde niet opnieuw die Braziliaanse 10. En dit is Pablo
Hij heeft goede verdedigende stats, goede physical. Voor de rest is hij heel erg slecht. We gaan even naar zijn in-game stats kijken. Twee star is niet raar. Hij is 1,88, 85 strength, 85 aggression. Staande tackle is goed, verdedigend inzicht. Interceptions is goed. Ja, zoals ik net zei, hij is wel prima voor verdedigend. Maar hij is gewoon heel traag. Hij is slecht aan de bal, kan niet passen. Oftewel niet bruikbaar. Denk ook niet dat iemand hem in zijn team heeft, als ik heel eerlijk ben. Het is gewoon weer zo'n informpje waar niemand wat aan heeft. Gooi hem naar de club. En we zitten op de helft. We hebben twee goede spelers op zich gehad. Twee walkouts. We begonnen ook met twee walkouts. Dus hopelijk trekken we die lijn door naar de laatste vijf. Krijgen we er nog twee walkouts bij. Zou vet zijn. Laten we gewoon deze openen. En hopen dat er nog een walkout tussen zit. Dat zou toch echt lekker zijn. En het is een walkout. Het is een walkout. Het is een Spaanse walkout. Het is Pacheco. Of Pacheco. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek. Jammer, als je walkout ziet, hoop je natuurlijk op wat beters. Het is wel weer een walkout. Het is al de derde walkout van de 6 packs. Dus ik vind dat eigenlijk best netjes. Walkout percentage van 50. Dus Oké, best prima vind ik. Wel jammer dat die 84 rated walkouts zijn tegenwoordig. Het is een oké keeper. Of een keeper nou een inform heeft of niet, boeit eigenlijk niet. Want het blijft een keeper. Ik gooi hem naar de club. We hebben nog 4 packs over. En we gaan de volgende openen. En we hopen weer op iets goeds. Kom op. Geen walkout, dat is jammer. Het is een Franse rechtsmid. En het is die gast van deze club. Ik weet even niet hoe ik die clubnaam uitspreek. Saint. Geen idee. 77 rated. Dit is volgens mij de slechtste speler die je kan krijgen. Het verbaast me dat we deze nu pas krijgen. Ik had dit eigenlijk wel eerder verwacht. Maar zoals je kan zien heb ik hem al dubbel. Ik heb hem al eerder in zo'n pack gekregen. Deze man. Ja, ik moet hem dus weer discarden. Damien Gwe. Ik heb geen idee weer hoe ik zijn naam uitspreek. Franse namen ben ik helaas niet de beste in. Ik discard hem. We hebben nog 3 packjes over. Daarna gaan we natuurlijk even naar mijn team kijken. Modric. Kan op de bank. 91 rated. Dus dat is lekker. Misschien dat we nog een walkoutje krijgen of zo. Dit is helaas geen walkout. Het is een Braziliaan. En het is weer Pablo, ben ik bang. En dat is het zeker. Ik weet niet hoe hoog de kans is dat je spelers 2 keer krijgt. Maar Pablo hebben we nu 2 keer gekregen. Cassinha hebben we 2 keer gekregen. En we hebben zo'n andere slechte rechtsmid gekregen. Deze moeten we dus wederom discarden. Dat is jammer. Dat is gewoon kloten. Voor de rest. 2 Team of the Week packs over. Laten we een keer voor nummer 2 gaan in plaats van nummer 1. En hopen dat er wat goeds in zit. Het is een walkout, kom op. Forsberg. Oké. Van Red Bull Leipzig. Wel weer een 84 rated. Dat is weer kloten. Want we hopen op iets beters. Als je een walkout ziet, hoop je gewoon op zo'n hoge Ronaldo, Messi. Noem maar op. Gewoon echt een hele zieke. 72 pace. Laten we gewoon weer even naar zijn in-game stats kijken. Ik denk niet dat hij bruikbaar is als super sub, want hij is daar simpelweg te traag voor. Physical stats zijn erg matig. Dribbling stats zijn wel erg goed. Passing stats zijn dikke prima. Kan niet heel goed schieten. Is niet snel. Oftewel, is niet bruikbaar. 4 stars wel netjes. Ik gooi hem gewoon naar mijn club. En misschien dat ik zo nog een tradable pack kan doen ofzo. Maar dan gaan we zo kijken. Nu eerst onze laatste Team of the Week pack. We hopen natuurlijk op een walkout. Zou chill zijn. Het is geen walkout, dat is jammer. Het is een Duitser. Het is de linksachter. Het is Max van Augsburg. Wacht, het probleem is. Deze heb ik dus ook al een keertje gekregen. Oké, die moet ik ook weer discarden. Oké, we gaan door naar mijn team. En heel misschien nog een tradable pack, maar dat zien jullie zo. Jawel jongens, de tradable pack is nog gelukt. Dus hierna gaan we echt naar mijn team. Eerst gaan we die tradable pack openen. Dus let's go. Jawel jongens, daar zijn we. Gegarandeerd. Een momenteel actieve Team of the Week speler. En we gaan hem gewoon openen. Het is tradable. We hopen op een walkout. Zou leuk zijn. Voor de rest. Ja, ik heb er niet veel meer op te zeggen. Het is een walkout en het zijn hele grote flares. Het is een Belg. Kom op. Nainggolan! Ja, let's go, gast! Tradable Nainggolan, wat heerlijk zeg! Kom op! 250k, ik heb gewoon winst geboekt op deze packs. Besef je dat? Winst geboekt, 1 tradable pack gedaan.
één tradable pack gedaan. Nainggolan. Lekker, man. Dit is echt top gewoon. Hier ben ik echt blij mee. Tradable, gast. Ik ging er al met de hoop in van, nou ja, met de hoop, met de gedachte in van ik ga niks goeds krijgen. Je krijgt gewoon Nainggolan plus 200k. Heerlijk. Laten we doorgaan naar mijn team. Jawel jongens, zijn we aangekomen bij mijn team. Hier is natuurlijk onze main man 91 Modric. Maar Nainggolan moet ik nog verkopen. Maar ik kan hem natuurlijk niet in gooien, want ik heb deze al. Deze is gewoon ook echt heel goed, deze speler. Voor de rest. Natuurlijk heb ik nog steeds Gullit, Ronaldo Lima, Cruyff, Rode Mbappé, 92 Neymar. En natuurlijk, wat ik net al zei, Virgil van Dijk heb ik. Hij heeft 169 wedstrijden gemaakt in het rood-witte shirt van AZ natuurlijk. Nou ja, alleen het rode shirt met wit broekje. Maar hij gaat dus op woensdag een inform krijgen. Moet bijna wel. Hij heeft 2 keer gescoord, dus... In een overwinning, 2-1 overwinning dacht ik. Dus hij moet er wel 1 krijgen, dat is bijna zeker. Dus die wil ik eigenlijk upgraden. Ik heb op dit moment 600k. Plus ik kan deze verkopen, dus 1,3 miljoen. En ik denk dat dat wel genoeg moet zijn voor zijn inform. In ieder geval, laat hem even weten in de comments wat jullie denken over dit team. Wat ik moet upgraden. En misschien dat je iets heel anders in gedachten hebt, wat misschien wel zieker is. En laat het me vooral even weten in de comments. Dus dit was eigenlijk alweer de video voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. We hadden best wel zieke packs. Modric, Bergwijn, tradable Nainggolan. Dus best wel gruwelijk. De pack luck, mijn account, gaat gewoon lekker door. Dus dat is top. In ieder geval, vond je deze video nou leuk? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan. En misschien later deze week doe ik nog wat 10 van deze packs. In ieder geval laat het even weten in de comments. Dus, vond je deze video nou leuk? Doe wat ik net zei. En wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.